Stressen is niet nodig, want Aida werkt bij de buurman. En dat is twee deuren verderop. Dag mevrouw de schoonmaakster. Hallo. Kom maar in. Buurman Pieter. Ja, buurman Pieter, ja. De beste buurman die je kan wensen, hè? Zo goed. Dikke me zeg. Buurman Pieter is de tatoeëerder van Tollebeek. Hij zocht een schoonmaakhulp en als iemand goed heeft leren schoonmaken, dan is dat Aida wel. Want vorig jaar kreeg ze uitgebreid schoonmaakles van moeder. Zo, kijk, en doe ik altijd gelijk even met een theedoek hier langs, want anders heb je druppels. Aida is wel echt bij ons degene die het vanaf begin af aan al in de vingers zit. Ja, ik snap wel als je gelijk hier schoonmaakt, dat ik gelijk de bank gelijk even doe. Doe je wel even handschoentjes aan? Oh ja, die ging ik hier. Toen ik er voor het eerst kwam, toen wou ik het heel goed doen. En toen was ik ook wel zo van, doe ik het wel goed en dat. Toen hoorde ik van Pieter en Petra dat ik het goed deed en dat ik vaker kon komen. En krijgen we geen gezeik met de GGD, of niet dan? Nee, gelukkig niet. Ik vind ook, als ik zeg maar moet werken of als ik er geld voor krijg, dan ja, moet het gewoon goed gebeuren. Wat een ziek idee. Twee kleine milkshakes arbeid, ja. Ik vind het wel speciaal, ja. Ook de 15-jarige Jenny heeft sinds kort een bijbaantje in de plaatselijke snackbar. Het wordt wel tijd dat ik zelf mijn schoenen betaal of zo, of andere dingen. En als ik uit ga met vriendinnen naar de snackbar, zo, dan wil ik ook wel mijn eigen patat kunnen betalen. Ik krijg natuurlijk ook nog wel wat van mijn ouders, hoor. Ik bedoel, daar hoef ik niet om te klagen. Nu Jenny en Aida aan het werk zijn, dan zeggen wij wel eens gekscherend, nu moet je dat zelf betalen. Maar zolang ik het kan betalen, heb ik liever dat ze sparen. Dat vind ik veel belangrijker. Nou, steeds als ik hier werk, dan spaar ik allemaal op voor, ja gewoon om geld te verdienen. Ik weet nog niet, ik heb nog niet echt iets wat ik leuk vind, wat ik heb gezien om het eraan te besteden. Ik hoop dat ze daar later ook wat aan hebben, dat ze ja, het bewustzijn van geld uitgeven. Ja, en natuurlijk als vader zijn, dan maak je dat altijd heel trots. Dat je dochters al zelf ondernemend aan het werk zijn. Zoals dat met Aida ook zelf geregeld. Heeft ze zelf gedaan. We hebben ons daar niet mee bemoeid. En ik vind dat zo, ja, daar ben ik trots op. Ja, mijn vader die zegt altijd, ik was 18 en ik had al een huis. En ja, dan moeten jullie ook geld voor verdienen. En toen dacht ik, ja, nu al voor een huis, dat is wel een beetje... Nee, je moet gewoon een goede man zoeken. Een goede, leuke jongen met een hoop geld. Een visserman. Dan hoef je nooit meer te werken. Hoef je alleen een beetje schoon te maken. Nou, precies dat zegt mijn vader ook altijd. En dan kan die stoere vent van je hier komen voor een tattoo. Dan hebben we allebei wat. Ja, of Aida komt zelf thuis met een tatoeage. Dat moet kunnen. Het is tenslotte 2021. Toch? Als mijn dochter zegt van ik wil een tatoeage, ja, dan moet ze dat zelf maar... invullen. Maar ik adviseer het om het nog niet te doen. Ja, je hebt natuurlijk je lichaam is een tempel. Maar er zijn zoveel mensen die verafschuwen tatoeages, terwijl dat ze de ene checkie naar de andere opsteken. Of de ene borrel drinken naar de ander. Blijf gewoon bij jezelf. Als jij denkt dat je tempel zo je tempel te verzorgen is, je moet alles ter ere van God doen. En doe gewoon je ding. Wij geloven in het hiernamaals natuurlijk, dat je voor God komt te staan. Ja, ik geloof niet dat God allerlei dingen gaat vragen van wat je allemaal gedaan hebt. God die zal alleen vragen, denk ik, van heb je geloofd in mijn zoon? Heb je geloofd dat de verlosser is? Die heb ik jou gestuurd. Bij Jenny in de snackbar komt een flinke bestelling binnen. 8 patat, ja. 2 broodjes kipburger, ja. 4 frikandellen speciaal. 3 kroketten, ja. 5 à 10 minuutjes. Ja, doeg. Ja, de familie Jelies heeft besteld. Jenny, hallo. Gewoon een lekkere patatje. Nou, en helemaal natuurlijk leuk dat Jenny hier werkt. Dan kom je hier
Nou, dan staat je eigen dochter die staat een beetje te werken hier ook. Ja, dat is gewoon leuk. En Jenny, de vraag is, kan je het goed? Ik ben de beste. Nou, kijk eens. Eet smakelijk, hè? Ja, dankjewel. Fijne avond. Ja, jullie ook fijne avond, hè? Doeg. Doei. Doei, Jenny. Doei, Jenny. Doeg. Nou, Jenny. Dag. Haal die dan. Je hebt Jenny gegeten. Hoe is het lekker? Deze goed? Ja, heel lekker. Heel lekker. En heel goed. Ja? Ik weet zeker als zij, als Jenny, kok zou wezen, zou het een topkok worden. Ja. Ze had iets gemaakt en het zag er heel lekker uit. Het was echt... Let's go.